Hallo met Christel, ik heb hier een nieuw deck en dat zijn de geheime sleutels, magische boodschappen uit het universum van Mirelle Cornelis. Ja, het zijn Nederlandse kaarten en ze hebben er nog meer gemaakt, maar deze zag ik bij een andere reader. Toen heb ik even gevraagd van, wat zijn dat voor kaarten? En dit is de zijkant. En er staat hier dus de magische boodschappen uit het universum, het geheime sleutels. Orakeldeck bestaat uit 56 kaarten en is geïnspireerd op de kleine arcana uit de tarot. Dit uniek orakelspel biedt antwoorden en inzichten op allerlei levensvragen. Iedere kaart is geïllustreerd met een eigen tijdse afbeelding en boodschap. De geheime sleutels zijn een bron van ondersteuning, bewustwording en inspiratie op zoek door het leven. Laat je meevoeren op ontdekkingstocht met deze geheime sleutels. Treed binnen in een mystieke wereld vol verrassingen. En die is van Fabio Finago. Het ontwerp van het doosje. Goed, laten we kijken. Mooi doosje, mooi glimmend. Dit is gewoon een witte kant. Best grote kaarten. Ik kan ze amper schudden. Echt wel super groot. Met een sleutel, hè. Nou, dit is de kaart van rijkdom. En hier staat dan de kaart. Dat is drie van bekers. Ja, ik zag het bij de reading. Bij de eerste kaart zag ik het verkeerd. Maar het figuurtje staat er dus zelf bij. Dus een beker. En dit is muizenissen. Die heb ik ook net in de reading. Dus dat is zes van zwaarden. Zes van schoppen is zes van zwaarden. En dit is drie van staven. En dat is de cup, de Queen of Cups. En er staat dus wijsheid. En dat is de vijf van staven of zwaarden. Ja, angst, onzekerheid, nederlaag. Afzondering is de vier van zwaarden. Drie van zwaarden. Verdriet, lijden, breuk, pijn. Vijf van bekers, vijf van harten. Rouw, verdriet, afscheid, verlies, scheiding. Verveling, tegenzin, apathie, vier van harten, vier van cups. En dat is de aas, hè. Aas van bekers, voldoening, geluk, harmonie, balans en evenwicht. En hier hebben we de koning van pentakels, dat is de ruitje. En er staat bij realiteit, bezit, succes, bekwaamheid. Dan hebben we hier twee van zwaarden. Twijfel, angst, onzekerheid, onbegrip. Twee van schoppen. En dit is de aas van zwaarden. Overwinning, moed, besluitvaardigheid, kracht. En hier staat de koning van staven, dat is de klaver, macht, rijkdom en zelfvertrouwen. De queen van staven, de koningin van staven, met het klavertje, zelfvertrouwen, energie, succes, vitaliteit. En dit is de jonkier, geloof ik. Van staven, enthousiasme, dat zal de page zijn, denk ik, levenslust, ongeduld. Dit is ook wel de page zijn van bekers, voorstel, uitnodiging, stemming, blijheid. Oh, dit zou de page zijn. Ja, ik weet niet welke de page is nou. Is dat de ridder? In ieder geval, hier staat ook een P met een beker. Of is het, dit was, kan de ridder misschien zijn.
Nieuws, ontplooiing, kansen en boodschappen. Er staat ook geen boekje bij voor de rest. Het is de 10 van bekers. Redding, thuis voelen, harmonie. 3 van pentakels, dat zijn de ruitjes. Advies, erkenning, ontplooiing, beproeving. 2 van bekers, 2 van harten, ontmoeting, samen zijn, relaties, verliefd zijn. Dan hebben we je onzekerheid, angst, tegenslag, afhankelijkheid. En de 5 van pentakels. Die had ik niet gezien net, ik dacht dat het staven waren bij de reading. 9 van staven, dat zijn 9 van klavers, hindernis, obstakel, tegemoet. Nee. Tegenstand, verzet. En hier staat de 8 van staven. Dat is gebeurtenis, aanwijzing, verkondiging. 7 van staven, 7 van klaveren. Moedigheid, intuïtief, sterkte. 6 van staven, 6 van klaveren. Optimisme, erkenning, tevredenheid, succes. En dan staat hier 5 van staven, 5 van klaver, wedstrijd, uitdaging, krachtmeting en sport. Dan hebben we hier de 4 van staven, 4 van klaver, gezelligheid, vreugde, harmonie en plezier. En de J, nou dat weet ik dus niet precies welke het is, maar hier staat voorspoed, uithouding, geluk, oprechtheid. En dan krijgen we weer de P van Pentakels, leergierigheid, nieuw, studie, aanmoediging. Dan krijgen we hier de 10 van munten, 10 van ruiten, stabiliteit, fundament, zekerheid, stevigheid. En hier conflict, ruzie, strijd, discussie. Dat is de pees, denk ik, van zwaarden. En hier is de 10 van de zwaarden. Dat betekent afscheid, einde, pijn, dood. En 9 van zwaarden. Dat is schuldgevoel, twijfels, bezorgdheid. En dan hebben we 10, of de 2 van pentakels, 2 van ruiten, speelsheid, communicatie, kinderen, plezier. En hier hebben we de aas van pentakels, de ruitje. Rijkdom, geluk, vruchtbaarheid, gezondheid. En dan krijgen we de koning van zwaarden, dat is besluitvaardig, slim, inzicht. De schoppen. Nog een schoppen vrouw, hè? Dat is Queen. En dat is de zwaarde dus, hè? Voorzichtigheid, verstand, waakzaamheid. Dus bekwaamheid, moed, doorbraak, inzet. Dat is de J met de zwaarde, met de schoppen. Dat is de Queen van Pentakels, het ruitje, zekerheid, geschenk, betrouwbaarheid. En dit is twist, meningsverschil, debat, treurigheid, de 2 van staven. En hier staat de aas van staven, kracht, moed, energie. Dan krijg je de 8 van schoppen, van zwaarden, stilstand, krachteloosheid, machteloosheid, futloos. Bedrog, ja, 7 van zwaarden, bedrog, valsheid, gniepigheid, listigheid. Dan krijgen we hier de page of zo, denk ik. Van staven, en dat is een klavertje, vooruitzicht, nieuwe zaken, kansen. En 10 van staven, dat is stress, druk, uitputting, beklemming. De klavers. 9 van harten, 9 van bekers, gezondheid, vrolijkheid en geluk. En hier staat 8 van bekers,
Ach, van harte scheiding, zwaarmoedig, depressief, teleurstelling, afscheid. En hier de 7 van beker, 7 van harte, fantasie, illusie, kortstondig, valse hoop. Dan hebben we 9 van bekers, 9 van harte, verleden, herinnering, nostalgie, dromerig. Dan krijgen we 9 van pentakels, 9 van ruiten, succes, vervulling, luxe, voltooiing. 8 van pentakels, 8 van ruiten, arbeid, verzet, inzet, motivatie. 7 van pentakels, 7 van ruiten, rijpingsperiode, geduld, vruchten. Ja, wijn moet rijpen natuurlijk, kaas moet rijpen. 9 van pentakels, met een verbandrommel, behulpzaamheid, zorgzaam, beloning en hulpvaardigheid. En hier staat 4 van pentakels, 4 van ruiten, vertraging, tegenstand, verzet. Vastklampen. En hier hebben we de koning van bekers, invloed, raad, hulp. En de puzzelstukjes die vallen, of die aan elkaar passen. Dit was deze set. Ik hoop dat je hem leuk vond. Geheime sleutels. En ik vind het fijn dat het Nederlands is. Mooie kaarten, mooi doosje. Dus tot de volgende keer. Like het als je hem ook een mooie set vindt. Word lid van mijn kanaal. En tot ziens. Doeg!